naam is Annemarie Goldberg. Ik ben lounge agent in de business class lounges van Aspire. Good morning and welcome. Mijn werkzaamheden in de lounge zijn het registreren en welkom heten van de passagiers die allerlei uiteenlopende vragen hebben ten aanzien van hun vlucht, van hoe laat gaat mijn vlucht, ik kan het op het scherm niet vinden. Dan helpen wij ze op weg. Er is altijd de oplossing voor een passagier te vinden. Welcome, sir. Would you be so kind to sign for me? Any question you may have, we are here. Enjoy your stay, sir. Ik ga nu de vlucht omroepen voor de El Al. Die is begonnen met instappen. En de passagiers die zich hier bevinden, die moeten zich dus nu gaan begeven naar de gate. Ladies and gentlemen, good morning. El Al flight LY338 with destination Tel Aviv is now ready for boarding at gate number G4. Bye, sir. Have a good flight. Hier hebben we kranten, die zijn zojuist aangeleverd. Die gaan we in de lounge neerzetten, zodat de passagiers hun krantje kunnen ophalen en hun nieuwtjes kunnen lezen. Tijdens de lounge service kijk je het buffet na, je kijkt de wijnrekken na, de koelers van diverse gekoelde dranken. En dan zorg je dat alles up-to-date is aan de bar. Je kijkt eventjes of er weer een rondje gelopen moet worden. Nou, er is altijd wel een passagier die weer opstapt en dat je het gewoon keurig netjes houdt en aantrekkelijk. Good afternoon, sir. How are you? Doing fine, thank you. Wat het werken voor mij in de lounge leuk maakt, is de interactie met de passagiers. En waar gaat de reis naartoe? Oh ja hoor, wat leuk. Er is altijd wel een vraag die je moet beantwoorden en de uitdaging is natuurlijk dat je erachteraan gaat en kijkt hoe ver je de passagier op weg kunt helpen, naar volle tevredenheid natuurlijk. Een opleiding die je niet kunt krijgen in je leven is servicegerichtheid en vriendelijkheid. Dat moet in je zitten. Je moet geduld hebben. Je Engels moet uitstekend zijn en de Nederlandse taal moet ook uitstekend zijn. Je moet stevig in je schoenen staan. Je moet je voorstellen dat de business class, first class passagiers, die hebben eisen. En dat mag. En dan is het aan jou om echt keurig afwegingen door te geven aan een passagier zonder het gevoel te geven van u bent niet welkom. I wish you a pleasant flight later on. You're welcome. Ik vind het een fascinerend beeld. Alle werkzaamheden die zich op het platform voordoen. Het wijdse uitzicht heb met die mooie ramen hier, dat leent zich er uitstekend voor. Ik vind het een heerlijk gezicht. Ja, mooie werkplek. Mijn medewerkers op Schiphol, die zie ik als collega's. We doen eigenlijk min of meer hetzelfde. Het belang is de passagier. En het is belangrijk dat je in de wandelgangen, als je elkaar voorbij loopt en passeert, dat je roept, hallo collega's. Hallo. Hoi, werk ze. Dankjewel. Uit een bepaald respect en uit het oogpunt van, hey, fijne dag. En dat is al genoeg. Wil jij, net als ik, werken op zo'n mooie en internationale werkplek? Ben je geduldig en servicegericht? Ga dan naar werken bij swissport.nl. En wie weet, ben jij mijn volgende collega.